Yo krijg er niet op tape vanaf ik hier de f... Yo krijg er niet op tape vanaf ik hier de nieuwe opleiding van Super Meat Boy. De vorige keer waar ik hier is gebleven, waar het controle was. Oh ja, dit. Even kijken wat de controles waren, want ik speel nou echt never nooit niet met de controller. Dus voor mij is het iedere keer weer verwennen. Vooral leuk in de latere werelden. Zo, ik weet niet of ik het onderlangs. Dat weet ik niet 100% zeker. Ik kan het in één keer halen, goed om te weten. Dat is niet. Oké, interesting. Hoppa. Nee, ik kan het net niet in één keertje halen. Dat vind ik dan weer teleurstellend. Maar ik merk trouwens wel dat het wel steeds moeilijker wordt. En ik heb ook splaakgeblek vandaag. Want ik moet even zo wat opnemen. Omdat ik hier nog lekker vrij heb. En over een paar dagen niet meer. Moet ik weer naar school. Helaas. Dan zit de vrijheid er weer op. Dan moet ik weer de schoolbank in. En dan weer studeren. En in de vakanties doe ik dat niet zo. Huh? Ik schrok echt kapot hard van die warp zone. What the fuck? Wat moet ik hierbij voorstellen? Dit is heel wat anders. Ik had verwacht. What the actually fuck is dit? Dit is geen Super Meat Boy. Kan ik hier uit? Exit to map, oké. Heel fijn die warp zo, maar nee. Hoeft voor mij niet. Dat vind ik een beetje overbodig. At the moment. Want deze game is zo moeilijk genoeg. Die warp zones zijn een paar extra leveltjes die je kunt spelen. Voor als je een keer verveelt in dit spel. Wat op zich niet vrij snel gaat gebeuren, want je gaat vaker dood dan dat je verveelt. Even wachten op wat rare plop dingetje. Maar ik mag ook een aantal levels overslaan, iedere wereld. Ik speng dit dus niet in. Nou, wat? Kan ik hieronder staan? Nooit echt geweten. Daarachter is het. Ik dacht, oh, dat kan ik wel in één keer halen. Nope. Dat kan natuurlijk ook niet in één keer. Ik hou gewoon de hele tijd de 1 knop in. Volgens mij de I op een normale controller of de X. Ik weet niet, maar bij mij staat eigenlijk 1, 2, 3 en 4 erop. Dat is op zich best wel wennen als je een game speelt. Er staat er, je moet A indrukken. A? Welke knop is A? Ik heb helemaal geen knop A. En nu kan ik wel halen. Woehoe, E plus. Zo, dit hoe is gemakkelijk dat ik dit halen. Oké, die moet dus wat lager zijn voor mij dan. Dan ga ik niet gewoon dit doen. Een paar keer. Aan die andere kant. Wacht eventjes dat die wat lager is. En dan moet ik niet al te hoog gaan springen. Want anders ben je gewoon moord dood. Nee, die gaat ook niet helemaal zoals volgens plan. Oké, dan gaan we nog een poging. Dan was hij iets zo hoog gesprongen. En dan gaan we weer. Nee, toch niet. Of toch niet. En dan wachten we weer eventjes. Nee, dat ook niet. Echt, wat een scheidlevel dit. Als het te lang gaat duren, ga ik gewoon skippen. Ook al wordt het alleen maar moeilijker, dus. Moet je nog wel gaan aanstellen. Ik weet dat ieder level te halen is. Vooral in de laatste wereld wordt het moeilijk. Dus
van een Dark Zone. En dat is helemaal horror. Je kunt er wel overheen springen dus. Dit kan dus. Manier eens een keer proberen. Wacht even, ik heb een manier gevonden. Wacht even. Hop. En dan zo heen en weer. Ja, dat is denk ik de manier. Maar ik denk alleen de manier voor mij. Voor mijn speelstijl, want ik ben veel te lomp daarvoor. In de spel. Nee, dat kan hem ook niet worden. Ik ben niet echt levens aan het verpesten. Ja, levens met eigen stats. Zeg deze game als achievements op Epic Launcher? Volgens mij niet. Nee, volgens mij trouwens ook niet, maar ik trouwens niet. Zijn hier achievements tussen? Nee, alleen Sweet Character, maar wat dat precies inhoudt. Wat dat van benefits heeft voor mij, ik heb een flauw idee. Dus ik spring ook net iets van te hoge afstand. Ik kan ook gewoon proberen gewoon nu overheen te donderen. Dat kan dus. Dat was ik net ook al achter. Als je te hard valt, dan kun je dus niet meer terug. Bijna helemaal onder. Wacht het zo en boom gehaald. Oh god, nee, niet dit level. Dit level is echt heel annoying. Ik snap je wel waarom. Oef. Gaat die dus mooi open. En precies als je weer iets omhoog gaat, moet je dat doen of zoiets. Bepaalde hoogte, want anders ga je het te snel en dan haal je het weer niet. Allerhoogste moment moet je naar dit gaan doen. Ook niet, wat? Daarvoor heb ik dus een keer heel lang vastgezeten, dat weet ik nog wel. Maar dit is hem. Dan. Als je kijkt naar al die mini meatboytjes die ik hier heb. Eén voor één gaan ze ongeveer dood. Die geen invest is, kan er wel zijn. Komt nog wachten ook nog. Nee, ging ik dood. Kuku. Dan ga ik nog vaak dood. Oh, als je de hoogste pip, ga je dus ook dood. Oké. That's pretty shit. Dat kan dus ook, gewoon dus ook gewoon. Die pogingen. Of vier, dat waren we. Heel snel doen. Dan. Wow, dat was gewoon echt speedrunning. Wow. Dus ook op de speedrun methode kunnen doen. Bijna. Ik heb wel heel soepeltjes. Bruh. Deze zo, en dan moet ik daar naar boven toe. Plat. I was dead. These wings are deadly. Nope, dat is hem ook niet. Nee, dat gaat hem ook niet worden op die manier. Het probleem is, ik mag ook niet te laag komen. En niet te hoog. Oh, dat was helemaal niet de bedoeling. Zo, ja. Op deze manier. En dan... Hier is naar boven. En waarom heb ik mijn telefoon niet op stil gezet? Hero dat ik rondloop. Heb ik mijn telefoon op stil gezet, want... Als ik één bericht krijg, volgen er meer. Zo. Ja, dit was ook zo'n leuk leveltje. Volgens mij. Hij heeft wel de niet de speedrunning stats die ik kan halen in deze game.
hij zat binnen een uur of zo spelen ze deze hele game uit. Dat zie ik mij nog niet doen, dit spel binnen een uur uitspelen. Welke kant komt nou uit? Oh, toch deze kant. Ha! I knew this! Hier komt een nieuwe mechanic. Maar ik kan ook gewoon deze die andere kant op, dus... Oh! Hallo? Dat ik al lang dood was. Kijk. Echt, van alles gaan we mislopen. Een heel groot gedeelte van het level kunnen we op die manier wel mislopen, maar ik verpest het. Die bodem is van een warp zone. Precies, dacht ik ooit een keer te kunnen herinneren in een vaag verleden. Oh, wat? Heel soepeltjes. Plat, dood. Oké, daar gaan we weer. Oh, ik was net iets te vroeg. Het is een matige slechte gameplay. Van de gameplay stijl. Nee, die gaan ook niet worden. Dead. Ja. Oké. Okay. I did it. Level completed. Oh god. Deze blijven constant aan, zeker. Nee! Dus als je te laat, langzaam bent, ben je gewoon dood eigenlijk. Daar komt elk op neer. Running, running, running. Wachten, en dan is het voor running. Level completed. Is hier de bedoeling? Ah, ik wacht even. Niet erg vind. Kijk, of ik was dood, of ik tik op keihard mijn plotfilter weer aan. Want er is ook niks nieuws meer. Oh, het is de stalen. Het is geruststellend. Mossel laserstraal erbij. Maar hoeveel levens heb ik nodig gehad? Hier zo, vier? Vier. Nou, drie levens verspild. Mijn stats dan. Even zien, moet ik deze kant op, zo. Dat is niet. Ach, kan ik ook deze kant op? Nee, dus. Maar ik kan het op een of andere vage methode, maar het is wel heel erg makkelijk. Kijk, oeh, bijna. Almost how it was supposed to be. Kan ik niet? Nee, dat gaat dus niet. Met die vage ballonnen. Nee, dat was net iets hoog gesprongen. In. Zo. En dan zo iets. Naar beneden en dan. No. Alright, save dit. You need to not to look at me. But speed running. I'm such a big noob. Oké, ik ga in ieder geval nog niet dood. Dat is iets wat positiever is. Maybe, oh. Dus ja, misschien wordt er nu een verandering in gebracht. Ga ik echt serieus daardoor dood?
Are you freaking seriously? Dat duurde eigenlijk gewoon al echt te lang. Hoe lang dat goed ging. En ik heb jeuk. Wacht even. Krabben. Dan gaan we weer verder. Of we gaan gewoon dood. Ik kan dit even nog snel heel snel gaan halen. En dan sluit ik de episode af. Hoppa. Nee. Ik kan niet gewoon ertussendoor springen misschien. Volgens mij kan dat wel. Ik ga gewoon eens proberen. Zodat je dat ding niet tegenkomt. Hop, 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 hop. Of vanaf hierboven misschien zit er niks voor niks dit. Om op kunnen springen. Ja, nee. Jump, land. Nee, dat is hem ook niet. Hoppa. Ik heb dus nog gesaved. Dat is al heel wat waard voor mij. Jump. Nee, dat is waarom ook niet. Ik wil heel graag dat ik die candy bar halen. Maar dan mag ik dus niet doodgaan. En ik wil graag ook binnen een minuut halen, dit level. Dat gaat hem dus ook niet worden. Kijk, ik kom er elke net niet. Oh, ik dacht ik ging dood. Maar nee dus. I am the survivor. Ja, is dit hem? I did it! Moet je kijken hoeveel meatballs ik hierheen gejaagd heb. Dat is echt die laatste. Maar in ieder geval, laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Tjus.